Hoi, wat leuk dat je weer kijkt naar Yvonne's dierenweetjes. In deze video gaan we weer een aantal leuke weetjes over de dieren met jullie delen. Ik hoop dat jullie onze eerste dierenweetjes erg leuk vonden. En dat jullie dus deze deel 2 ook heel erg leuk gaan vinden van Yvonne's dierenweetjes. We gaan gauw met jullie van start over de dierenweetjes die er nu weer aankomen deze keer. Want weet jij het goede antwoord op deze dierenvragen? Dat is de grote vraag. Ja, een vuursalamander. Die is fel van kleur. Maar een vuursalamander, zou die ook van kleur kunnen veranderen? Net zoals een kameleon. Om zich dus te verbergen voor zijn vijand. Wat denk jij? Een vuursalamander kan zich camoufleren. Ja of nee? Ik ben benieuwd wat jij denkt. Nee, een vuursalamander kan zichzelf niet camoufleren. Hij heeft juist die felle kleuren gekregen van moeder natuur om zijn vijand te laten zien: ik ben heel giftig. Dus een vijand die weet al als hij die felle kleur ziet, een vuursalamander is geel, maar je hebt ook kikkers die zijn blauw. Fel groen, fel geel, fel rood. Als jij die felle kleuren ziet, dan weet jij als vijand, weet jij gewoon, hier kan ik me beter vanaf blijven. Bij de vuursalamander weet ik het niet zeker, maar ik weet bij de kikkers dat ze ook giftig zijn voor jou als mens om ze op te pakken. Want je krijgt dan het gif op je handen en dat komt via je huid binnen, wat al gevaarlijk kan zijn. Maar ook als jij dan je vingers in je mond doet, is dat is echt heel gevaarlijk. Dus wees zelf ook voorzichtig met deze dieren. Maar een vuursalamander kan zich dus niet verkleuren of camoufleren. Ja, en ik heb weer een hele leuke vraag voor jullie. Welk kleur bloed heeft een octopus? Dus wat is de kleur van het bloed van de octopus? Rood, wit of blauw? Ja, blijven we bij de Nederlandse vlag. Maar wat denk jij? Het bloed van de octopus, is dat rood, wit of blauw? Ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord. Het goede antwoord is: het bloed van de octopus is blauw. Had jij dat gedacht? Had jij deze vraag goed? Ik ben super benieuwd. Laat het even weten in de reacties. Ja, ik heb weer een leuke vraag voor je. Waarom slaat een gorilla zichzelf op de borst? Is dat om vrouwtjes te lokken? Om te laten weten dat ze blij zijn? Of is het omdat ze hola willen laten weten aan jou: ik heb honger? Of is het om te laten zien hoe groot en sterk ze zijn? Ik ben benieuwd naar je antwoord. Uiteraard, de gorilla doet dit naar de andere gorilla om te laten zien: hé, kom maar op. Zie je hoe groot en sterk ik ben? Wil je nog steeds met me vechten? Kom maar, ik lust je rauw. Dus om hun omvang te laten zien. Ja, en nu ben ik benieuwd of jij opgelet hebt in de vorige video. Want daarin vertelde ik dat er in Nederland twee verschillende soorten zeehonden leven. Maar nu ben ik benieuwd, hoeveel zeehonden zijn er wereldwijd? Hoeveel soorten? Zijn dat er 2, 12? Of 18. Dus hoeveel zeehonden bestaan er wereldwijd? Ik heb het in de vorige video verteld, dus ik ben benieuwd of je hebt zitten opletten. Of dat je het nog weet, misschien ben je het ook gewoon vergeten, dat kan ook. Het goede antwoord is 18. Wereldwijd zijn er 18 verschillende soorten zeehonden. Ik heb weer een leuke vraag voor jullie. Is het nog fijn, een vis, ja of nee? Je zou denken dat de dolfijn een vis is, omdat hij in het water leeft. Maar het goede antwoord is nee. De dolfijn is een zoogdier, net als de walvisachtige. En we hebben nog een leuke vraag. Een tijger die heeft strepen op zijn vacht. Maar de tijger heeft niet alleen strepen op zijn vacht. Hij heeft nog ergens andere strepen. Waar is dit? Is dit op zijn tong, op zijn nagels of op zijn huid? Wat denk jij? Een tijger die heeft niet alleen strepen op zijn vacht, maar waar nog meer? Het goede antwoord is inderdaad
op zijn huid. De tijger, als je hem kaal scheert, heeft hij dus ook strepen op zijn huid staan. Je hebt zwanen. Witte zwanen en zwarte zwanen. Is een zwarte zwaan de albino versie? In principe is een albino altijd wit met rode ogen. Maar omdat je de zwarte zwanen zo weinig ziet, is de zwarte zwaan dan een albino versie van de witte zwaan? Ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord. Het goede antwoord is nee. Zwarte zwanen zijn gewoon een eigen soort. En ja, waarom zie je ze zo weinig in Nederland? Omdat ze gewoon helemaal niet in Nederland horen voor te komen. Dus ze zijn inheems, zijn ze in Nederland terechtgekomen. En ze kunnen zich hier niet zo heel goed voortplanten. Waardoor we dus eigenlijk maar heel weinig zwarte zwanen in Nederland zien. En een leuke vraag voor jullie. Hoeveel verschillende soorten eendenrassen denken jullie dat er bestaan? Zijn dat er 20, 50, 120 of zelfs 300? Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord. Het goede antwoord is, er zijn 120 verschillende soorten eendenrassen wereldwijd. Het zijn er best veel, hè? Ja, ik heb weer een leuke waar of niet waar vraag voor jou. Puppies die pasgeboren zijn, zijn doof. Ja of nee? Het goede antwoord is ja. Puppies zijn de eerste 10 dagen na hun geboorte doof en zelfs blind. En na 10 dagen gaat het zich vanzelf ontwikkelen en gaan ze dus steeds beter horen en zelfs een beetje zien. Tja, en nu komen we bij de varkens. En ben ik heel benieuwd of jij weet hoeveel uur per dag rust een varken? Is dat een uurtje per dag? 5 uur per dag? 12 uur per dag? Of 19 uur per dag? Wat denk jij? Ja, het antwoord. Ik ga je wat meer inzicht geven. Want een varken rust namelijk maar liefst 19 uur per dag. Dus nu weet je meteen waar de uitdrukking lui varken vandaan komt. Ja, en nu ben ik benieuwd wat jij weet over de zebra's. Want ik ga jou vertellen, namelijk, en dan mag jij zeggen waar of niet waar. De strepen van een zebra zijn uniek. Dus er is geen enkele zebra die dezelfde strepen heeft als een andere zebra. Is dit waar of is dit niet waar? Ik ben heel benieuwd naar je antwoord. Het goede antwoord is waar. Elke zebra heeft zijn eigen unieke strepenpatroon. Dus er is geen enkele zebra op de wereld die exact dezelfde strepen heeft als een andere zebra. Had jij deze vraag goed? Ik ben benieuwd. Laat me sowieso even weten hoeveel vragen jij goed had. En of je dit een leuke rubriek vindt. Want er komen nog veel meer leuke Yvonne Weentjes video's. Dus doe jullie vast jullie duimpjes omhoog. En tot in de volgende video. Bedankt voor het kijken en bedankt voor het meedoen. Doeg!